en de bosje bloemen. Dank u wel. De eerste geslaagden van de inburgeringscursus kregen gisteren hun diploma uitgereikt. In totaal waren 48 deelnemers geslaagd. Het waren de eerste diploma's sinds de invoering van de nieuwe wet inburgering in januari 2007. De inburgeraars leren tijdens de cursus hoe de Nederlandse samenleving in elkaar zit. Ik kan lezen, ik kan vragen als ik het niet weet waar ik heen moet en zo. Eerst durf ik helemaal niet met de bus, maar toen ik een beetje goed kan praten, vanaf toen durf ik met de bus te gaan. Om alleen te gaan, ergens heen. Volgens de inburgeraars is de cursus niet gemakkelijk, maar wel erg nuttig. Ja, je moet veel oefenen. Je moet thuis veel oefenen doen. Je moet kunnen om te goede lezen. Je moet kunnen ook om te schrijven. Je moet kunnen ook om te goed luisteren. Ja, die zijn belangrijk. Wat heeft die cursus jou gebracht? Was het nuttig? Vond je het leuk? Ja, ik vond het leuk. Ja, omdat ik vind als je in samenleven, je moet hoe je moet communiceren. Nee, dat is eerst belangrijk. Dat is echt hard gewerkt. We moeten meer oefenen. Doorzetten te praten, weet je, dan leer je snel waar is jouw punt dat je zwakt en dat je moet verbeteren. Dat is echt leerzaam, zeg maar. En heb je al werk gevonden ondertussen? Ja. Wat doe je? Administratief medewerker. Ik werk nu bij Sicilien. Wat doe je daar precies? Wij werken nu in Bijlen. Wij moeten laten de bedrijf schoonmaken. Bevalt je dat goed? Ja, die bevalt mij heel goed. Omdat ik verdien goed. Ja, ik heb nu geen uitkering meer. Anderen gaan verder studeren. Ik heb mij al aangemeld voor verkoopmedewerkeropleiding bij Noorderpoort. Ja. En waarom wil je verkoopmedewerker worden? Heb je zoiets ook in Thailand gedaan? Ja, mijn vader en mijn moeder die hebben een winkel, meubels verkopen. Ja, daarom heb ik een beetje ervaring van. Dan wil ik ook meer verder gaan. Nee, ik ben gewoon basisarts. Gewoon de basis kennis van de geneeskunde gestudeerd. En het diploma daarvan gehaald. En in principe moet ik nog 2 jaar terug naar de universiteit. Maar ook misschien een stage lopen of zoiets. De inburgeraars hebben het naar hun zin in Nederland op een paar zaken na. Het is een andere situatie dan in mijn land of andere landen. Het bevalt in ieder geval prima, gelukkig. Zijn er ook dingen die je niet leuk vindt? Geen bergen bijvoorbeeld. Maar dat valt wel mee. Nee, dat is geen echt probleem. Ik heb zover tot nu, is heel lieve mensen die ik heb gezien. Ontmoeten en allemaal positief. Valt je goed in Nederland? Ja. Kan dat zeggen? Ja. Oké. Ook het klimaat? Oh, dat niet. Klimaat niet, nee. Dat bent nooit, hè? Ja, nee, nooit gewend. Nee. Nou, heel veel plezier en nogmaals gefeliciteerd. Dankjewel.